In een monumentaal pand aan de Marktstraat in Ravenstein brak donderdagochtend brand uit. Rond 7 uur kreeg de brandweer melding om uit te rukken. Alleen de gevel van het pand staat nog overeind. De rest is volledig uitgebrand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In het gebouw zat een kantoorruimte gevestigd. De bovenverdieping was een appartement. Tijdens de brand was niemand aanwezig. Het appartement werd op dit moment ook niet bewoond. De brandweer hield aan het einde van de ochtend rekening met vrijgekomen asbest. Na onderzoek van specialisten blijkt dit niet het geval te zijn. Naast het gebouw zit horecagelegenheid de Keurvorst. Deze heeft rook- en waterschade opgelopen door de brand. Ook werden hier uit voorzorg donderdagochtend 10 gasten geëvacueerd. Dit heeft de eigenaar op eigen initiatief gedaan. De horecagelegenheid is gesloten, maar gaat morgenavond weer open, vertelt eigenaar Han van den Berg. Wel is een helft van het hotel van de Keurvorst verloren gegaan. Dit zal volgens de eigenaar gesloopt moeten worden.